Wie autisme intikt op internet, krijgt een veelheid aan informatie aangeboden. Autisme is een breed bekend begrip. Maar toch is er over autisme nog steeds heel veel niet bekend. De behoefte aan meer informatie is echter groot. Via de social media van Autisme TV bijvoorbeeld komen heel veel vragen binnen. In dit programma leggen we een aantal van die vragen voor aan wetenschappers. Autisme heb je vanaf de geboorte en dat is van betekenis tijdens de hele levensloop, van babytijd tot en met de ouderdom. We beginnen ons programma al voor de levensloop, de erfelijkheid. Wat is er bekend over autisme en erfelijkheid? We gingen langs bij de Belgische professor Steyaert, autoriteit op het gebied van genetica. In het tweede onderwerp kijken we naar een probleem dat zich gedurende de gehele levensloop bij veel mensen met autisme voordoet. Het verwerken van sensorische informatie. We gingen langs bij hoogleraar Chantal Kemner, die onderzoek doet naar de verwerking van visuele prikkels. Zo vroeg mogelijk behandelen op de levenslijn, dus bij jongeren en kinderen, levert veel op. Maar welke behandelingen zijn effectief? In het derde onderwerp praten we met onderzoeker Bibi Huskens over de PRT-methode, die bewezen effectief is. Volgen we de levenslijn, dan komen we terecht bij de ouder wordende mens. Hier komen we bij ons vierde onderwerp. Wat is er bekend over autisme en de ouderdom? Professor Hilde Geurts vertelt over haar onderzoek. Autisme heeft een duidelijke genetische basis. Wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat genen voor 90% een rol spelen bij het krijgen van autisme. Een mens heeft zo'n 30.000 genen en er zijn al 100 verschillende genen gevonden die bijdragen aan autisme. En de verwachting is dat er nog meer worden gevonden. Uit familieonderzoek blijkt dat deze autismegenen zich in allerlei variaties kunnen voordoen bij mensen met autisme. Soms heeft iemand maar één gen, anderen weer een combinatie van vier. En zo bestaan er vele variaties. Bij Autisme TV kwamen verschillende vragen binnen over erfelijkheid, zoals deze. Krijg je ook vanzelfsprekend autisme als je drager bent van één of meerdere van deze genen? Volgens professor Steyaert van de Universiteit van Leuven en een autoriteit op dit gebied, hoeft dat zeer zeker niet. Een andere bevinding van die recente ontwikkeling is niet alleen dat er heel veel genen geassocieerd zijn aan autisme in allerlei wisselende combinaties, maar ook dat als je één of meerdere van die autismegenen hebt, en ja, ik zeg het wel tussen aanhalingstekens autismegenen, is dat je niet met zekerheid ook autisme nog een autisme-spectrumstoornis gaat krijgen, maar dat het best kan zijn dat je helemaal op vlak van gedrag helemaal niks hebt, dat je volledig normale theory of mind hebt en zo verder, dat je een empathisch persoon bent en noem maar op. Dus dat we zien eigenlijk dat ook bij diegenen die een verhoogd risico geven op autisme, in de meeste gevallen dat verhoogd risico in de grote orde is van 15, 20, een zeldzame keer 50%, maar nooit 100%. Dus dat tussen gen en gedrag, dat er ook nog allerlei stappen daartussen zijn, waardoor die genen voor autisme duidelijk niet volledig deterministisch zijn. Dus het is niet omdat je een van die genen hebt dat je autisme krijgt, maar dat ze gewoon het risico verhogen om autisme te hebben. Dat zie je zelfs binnen één familie. We hebben families waar 2-3 personen die drager zijn van een specifieke genafwijking ook daadwerkelijk autisme hebben, maar waar ook 3-4 zijn die ook drager zijn van die afwijking en die helemaal niks hebben, of die iets tussenin hebben, die zo broader autism phenotype hebben, iets in dat genre. Dus ze neigen naar het spectrum, maar dysfunctioneren niet bijvoorbeeld. Dus die families zijn we eigenlijk volop aan het onderzoeken om te vragen, om ons af te vragen, wat maakt u eigenlijk dat zelfs binnen één familie individuen met dezelfde genetische, met hetzelfde genetisch profiel de aandoening gaan ontwikkelen en iemand anders niet. Dat is natuurlijk cruciaal om dat te begrijpen naar verdere diagnostiek, maar ook behandeling of preventie. Maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Naast genen spelen dus ook andere factoren een rol bij de ontwikkeling van autisme. Hoe kan de ene mens autisme ontwikkelen
en de andere mens met exact hetzelfde genenprofiel geen autisme krijgen? De sleutel tot een antwoord moet misschien wel buiten de genen worden gezocht. Kunnen het milieufactoren zijn? Er zijn zeker een aantal andere factoren van invloed. Eén groep factoren zijn als een relatief gemakkelijk te onderzoeken. Dat zijn de andere genen. Dat hebben we nog in de hand. Maar er is een toenemende consensus bij wetenschappers dat er ook milieufactoren een rol spelen in een aantal combinaties, in een aantal genetische situaties. Dus waarschijnlijk dat die hele hoge heritabiliteit van 90%, dat voor een deel zuiver genetische factoren zijn. Dus waar de genen voldoende zijn om de aandoening te krijgen. Alhoewel je niet noodzakelijk de aandoening zal krijgen als je die genen hebt, maar ze zijn op zich voldoende. En dat er een deel is waar een bepaald genetisch profiel moet interageren met bepaalde milieufactoren. Dus waar het genetisch profiel meer een kwetsbaarheid is dan de alleenstaande oorzaak eigenlijk. Wetenschappers beginnen ook voorzichtig de betekenis van opvoeding te onderzoeken. Niet dat ze verwachten dat de opvoedstijl van invloed is op het ontstaan van autisme, maar misschien wel dat de opvoedstijl de gedragskenmerken kunnen versterken of verzwakken. Ja, de rol van de opvoeding, dat is natuurlijk ook een potentiële omgevingsfactor. Ik heb mij nu gefocust op biologische omgevingsfactoren. U weet ja, een hele tijd was het heel moeilijk om daarnaar te kijken, want de ijskastmoeders, ja, dat principe was in de ijskast gestopt. Maar de laatste 5 à 10 jaar zie je dat men zich toch vragen gaat stellen van als je bijvoorbeeld een zelf kenmerk hebt van autisme als ouder of autisme spectrumstoornis en je voedt een kind op dat een risico heeft of zelf al autisme heeft, van wat gaat die interactie betekenen bijvoorbeeld? Dus dat begint men te onderzoeken, heel voorzichtig, en men kijkt op dit ogenblik vooral naar interacties eigenlijk. Wat doet het kind met autisme aan de ouder en hoe voedt die ouder dan dat kind met autisme op? En we focussen op dit ogenblik niet zozeer op van gaat die nou autisme krijgen of niet, maar we focussen wel van gaat het autisme een ernstigere vorm nemen, van de lichtere vorm, of gaat bepaalde variabelen in de opvoeding maken dat een kind meer gedragsproblemen krijgt of minder gedragsproblemen, beter kan communiceren of minder goed gaat communiceren. Dat je eigenlijk eerder naar de evolutie van het autisme en eventueel de ontwikkeling van het autisme gaat kijken dan naar het autisme, het ontstaan van het autisme op zich. Dus die weg ligt nu open, maar is echt in een heel, heel vroeg stadium pas. Er zijn dus vele factoren die bij kunnen dragen aan autisme. En hoe al die factoren op elkaar inwerken is voorlopig nog een groot raadsel. Hoe ongerust moet je je nu maken als je zwanger bent en er zit autisme in de familie? Kun je via genetisch onderzoek daar tijdens de zwangerschap inzicht in krijgen? Als u zelf een kind hebt met een autisme spectrumstoornis, dan hebt of u hebt zelf of uw partner een autisme spectrumstoornis, dan is er toch redenen om in die mate ongerust te zijn dat een genetisch onderzoek verheldering kan brengen eigenlijk. Het is namelijk zo dat bij eerste graads bloedverwanten is het herhalingsrisico rond de 18%. Dat is best veel. Dus dat betekent dat van ouder naar kind, of als er al een kind is, de kans dat het tweede kind autisme krijgt, ligt rond de 18%. Je kan beslissen van ik laat dat aan het lot over, wat een prima beslissing is. Maar je kan ook zeggen van eigenlijk wil ik daar toch wat meer zicht op. Misschien niet meer controle, maar ik wil er wel meer zicht op. En dan kan je bij het kind dat al autisme heeft, kan je een genetisch onderzoek laten doen. En de kans dat men iets vindt, ligt op dit moment tussen de 15% à 20%. De kans dat men niks vindt, ligt dus nog altijd vrij hoog, want dat is 80-85%. Maar bij die kleine groep waar je wel iets vindt, zie je dat je genetische counseling kan doen, dus dat je eigenlijk het herhalingsrisico kan verfijnen. En in een aantal families betekent dat je kan zeggen, kijk, het herhalingsrisico is nul, want de reden van autisme bij deze persoon is wel genetisch, maar het is geen overerfbare reden. Dat treft alleen dit individu, dus de bloedverwanten zijn drager van niets waarschijnlijk.
En een aantal andere families ga je zeggen, kijk, gezien wat we hier gevonden hebben, ligt het genetische risico misschien rond 30-40%. Je gaat dat dan niet zo precies kunnen zeggen, om de reden die ik daar straks al vernoemd heb, dat ook als je drager bent van iets, verhoogt dat alleen maar je kans op autisme. Niet dat je autisme gaat krijgen. Via de social media kwam de vraag binnen, hoe kan het toch dat ik mensen zo moeilijk aankijk? Deze vraag bracht ons naar de Universiteit van Utrecht, naar professor Chantal Kemner, die onderzoek doet naar detailwaarneming. Nou, ik wil eigenlijk weten waarom mensen met autisme zo goed zijn in detailwaarneming. Omdat ik denk dat dat waarnemen van details niet een klein aspectje is van autisme, maar wel eens aan de basis zou kunnen leggen van heel veel andere problemen. Bijvoorbeeld het probleem in het verwerken van gezichtsinformatie. Waar richt het onderzoek zich op? Nou, wij zijn vooral geïnteresseerd in de werking van de hersenen en dan vooral de manier waarop de hersenen visuele prikkels verwerken. En dus als je iets ziet, dan komt het natuurlijk binnen door de ogen, dat gaat binnen door de hersenen en dat komt aan de achterkant van het hoofd, in de visuele hersenschors. En in die visuele hersenschors wordt die informatie verwerkt, maar op een heel speciale manier, niet alles in één klap, maar eerst kleine stukjes daarvan. En die informatie wordt dan doorgestuurd en op het einde kan je hele complexe dingen begrijpen. Dus op het einde ben je in staat om een heel gezicht te zien en te kunnen interpreteren. Maar dat begint met kleine stukjes. En ik denk dat die kleine stukjes juist de details zijn waar mensen met autisme over struikelen. We weten al dat er een gevoeligheid is voor details. En wij denken dat mensen met autisme details sterker verwerken en dat dat interfereert met het verwerken van globale informatie. Dus als je naar een gezicht kijkt, als je naar iemand met iemand praat bijvoorbeeld, dan kijk je niet naar de details. Je gaat niet kijken hoe iemand zijn wenkbrauw heeft staan of hoe zijn tanden in zijn mond zitten. Je ziet in één keer of iemand lacht of niet, geen aandacht heeft. En als je te veel op de details let, dan zorgt dat er misschien voor dat je niet in één keer die belangrijke informatie te pakken krijgt. En daarmee dus minder goed in staat bent om te snappen wat de ander uitzendt. Tijdens het onderzoek kijken proefpersonen met en zonder autisme naar streepjespatronen. Vervolgens wordt in de hersenen gemeten hoe die signalen worden verwerkt en waar de verschillen zitten. We beginnen eigenlijk heel simpel. Wat we doen, we laten mensen allerlei soorten streepjespatronen zijn. Dat die streepjespatronen, dat zijn nou juist het soort prikkels wat aan het begin van de visuele verwerking heel belangrijk is. En dan gaan we kijken hoe die verwerkt worden en wat er dan anders gaat in autisme dan ja, in mensen zonder autisme. En dat doen we in volwassenen, maar ook in schoolkinderen met autisme. En we zijn recent begonnen met onderzoek bij baby's, omdat we denken dat wat je ziet in ouderen mensen en oudere kinderen, dat het gevolg is van een heel ontwikkelingstraject. En als je echt wil snappen wat er nou misgaat in de detailverwerking en hoe dat een effect heeft op het gezicht kunnen verwerken, dan moet je heel jong beginnen. Kun je baby's wel onderzoeken? Ja, dat is heel moeilijk. Baby's zijn natuurlijk sowieso lastig, want je kan ze niet instrueren en ze zijn de hele tijd moe en ze hebben honger. En als ze moeder zien, willen ze veel liever naar hun moeder dan in ons onderzoek zitten. Maar het kan wel. Veel geduld en niet te lange taken. En een tweede aspect wat moeilijk is natuurlijk dat ja, je kan een baby nog niet zien of die later autisme gaat krijgen. Dus wat we doen op dit moment is onderzoek doen bij kinderen, bij baby's die een broertje of zusje hebben die autistisch is. En dan weten we dat er een wat verhoogde kans is dat die baby ook autisme krijgt. Dus op die manier vervolgen we kinderen een aantal jaar en dan kunnen we later, met een jaar of twee, drie, kijken of dat kind inderdaad autisme heeft gekregen en dan met terugwerkende kracht zien wat er nou in die babytijd anders is gegaan. Maar dat is lastig en dat vraagt heel veel ook van ouders en van kinderen. Maar het is wel essentieel om uiteindelijk te snappen wat er nou gebeurt in die baby's en in die ouderen, in die kinderen. Veel mensen met autisme onthouden slecht gezichten omdat ze te veel details waarnemen. Dat kan leiden tot sociale onhandigheid. Professor Kemner hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan verlichting van deze sociale problemen. Ik ben er zeer van overtuigd dat om mensen met autisme goed te kunnen helpen, dat je eerst moet snappen wat er aan de basis ligt van hun problemen. Je ziet mensen met autisme begroot sociale problemen. Dan kan je meteen op die sociale problemen stappen. Maar als daar iets aan de basis iets anders ligt, namelijk
een heel bazaal probleem in het verwerken van prikkels, is het misschien veel effectiever om daarop in te springen, zeker bij jonge kinderen. Dus wat ik hoop is, als we beter snappen wat nou de echte oorzaak is, dat we ook uiteindelijk beter kunnen behandelen. Welke behandeling zou mogelijk zijn? Een van de dingen waar we aan denken, waar we wel eens wat onderzoek naar hebben gedaan, is het trainen bijvoorbeeld. Als je op een gegeven moment ziet dat mensen met autisme te veel op details letten en te weinig daardoor de globale informatie kunnen krijgen, zou je kunnen proberen om dat letten op globale informatie te trainen. We weten, we hebben daar wel wat studies naar gedaan, dat dat in volwassenen kan. Maar dat zou je dus moeten uitwerken en kijken of dat in jongere kinderen ook zou kunnen. Geen reden om aan te nemen dat het niet zo is. Maar dat zou een manier zijn waarop je dan aan het begin al kan inspringen en ervoor kan zorgen dat die ontwikkeling, hoe bijvoorbeeld van het gezichtsverwerken, dat dat minder grote problemen geeft. De vraag die ons op het spoor van de werkbare interventies zette, was deze. Welke therapie werkt en welke niet? Dit is Bibi Huskens. Ze is onderzoeker en GZ-psycholoog bij Dr. Leo Kannerhuis. Bibi doet onderzoek naar de Pivotal Response Treatment, kortweg de PRT-behandeling genoemd. Een van de weinige methodes met bewezen effecten. PRT is gebaseerd op de principes van de toegepaste gedragsanalyse, ook wel bekend als de ABA, Applied Behavior Analysis. De basisgedachte is: verander gedrag in de natuurlijke omgeving door uit te gaan van de motivatie van het kind. Pivotal Response Treatment gaat uit van kerngebieden, het stimuleren van bepaalde kerngebieden, pivotal areas, kerngebieden. Je stimuleert die gebieden in het alledaagse leven. Eigenlijk maken we dat zelf ook mee, hè, van bijvoorbeeld vanmorgen op het werk wilde ik post uit het postvak halen. Ik kom bij de receptie en daar ligt de sleutel niet. En ik heb zelf geen sleutel van het postvak. Dus dan moet ik het vragen aan de receptioniste. En op dat moment was ik in gesprek met iemand anders en moet ik storen in het gesprek en initiatief nemen om te vragen om de sleutel. Ik ben op zoek naar de sleutel van het postvakje. Zou ik die kunnen krijgen? Jazeker. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus mijn motivatie die ligt in de vraag om de sleutel. En ik moet zelf dat initiatief nemen, omdat de receptionist op dat moment bezig is en niet aan mij de vraag stelt van: Bibi, wat is er? In de behandeling, in de PRT-behandeling, daar creëer je eigenlijk door het hele dag heen zulke leermomenten. Zodat het kind vanuit zijn eigen motivatie dat hij iets wil hebben of iets wil doen, een vraag kan stellen of een initiatief kan nemen. Dat zijn eigenlijk belangrijke voorbeelden binnen de PRT. We laten nog een voorbeeld zien. Stel, een ouder speelt een spel met een kind. Het kind is aan de beurt. Ondertussen heeft de ouder de dobbelstenen ongemerkt in zijn hand genomen. Het kind moet nu vragen om de dobbelstenen. De ouder geeft ze vervolgens. Normaal hadden de dobbelstenen op tafel gelegen. Het kind had ze gepakt en er niet om gevraagd. Dit is een leermoment. Het kind ervaart dat het stellen van een vraag succes heeft. PRT is van oorsprong ontwikkeld eigenlijk voor jonge kinderen met autisme. Dan hebben we het over een leeftijd van 3-4 jaar, voorschoolse leeftijd. Wij zelf binnen het Dr. Leo Kannerhuis zetten het ook in voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En dat is ook een van de vragen die we hebben binnen onze onderzoeken. Past het daarbij, ja of nee? Wij denken van wel. En ook als je kijkt in de literatuur rondom PRT, dan wordt eigenlijk gezegd dat PRT toepasbaar is gedurende de hele levensloop van mensen met autisme. Dus het kan eigenlijk meegroeien met het kind met autisme na volwassenheid. Kinderen met autisme maken veel faalervaringen mee. Dankzij de PRT-methode ervaren ze juist veel successen. Ze ervaren dat als ze een actieve vraag stellen, ze voor elkaar krijgen wat ze willen. Ook de ouders ervaren successen, omdat ze zien dat hun kind initiatief neemt en gemotiveerd is om iets te bereiken. Bibi Huskens probeert nu via haar PRT-onderzoek antwoord te vinden op nieuwe vragen. Er zijn nog een aantal vragen. Bijvoorbeeld, als ik het heb over die succeservaringen.
Dan kun je ook afvragen van ouders die zelf die vaardigheden, die PRT-technieken toepassen of op groepen sociotherapeuten die het toepassen, dan is de vraag hoe kun je die vaardigheden eigenlijk behouden? Want als je dat bijvoorbeeld in een loop van tijd na een jaar training, als je dat toepast, in hoeverre pas je het dan nog steeds echt adequaat toe? En nou, dat is een vraag die we hebben binnen het onderzoek. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een vraag van die generalisatie die er plaatsvindt naar die verschillende situaties. Vinden die ook plaats naar verschillende gebieden? Want dat is iets wat vanuit de PRT gezegd wordt. Hè? De kinderen leren niet alleen om initiatieven te nemen, maar gaan ook nog ander gedrag meer laten zien. Met ander gedrag wordt hier bedoeld betere vaardigheden op het gebied van taal bijvoorbeeld. Of een verbetering van de zelfredzaamheid van een kind, zodat het beter voor zichzelf kan zorgen. Werkt PRT bij alle kinderen even goed? Ook dat wordt onderzocht. Werkt PRT bij bepaalde kinderen beter dan bij andere kinderen? En hoe ziet dat dan eruit? Zijn er bepaalde kindprofielen bijvoorbeeld te achterhalen? En ook, is het zo, ja, als ouders het zelf moeten gaan toepassen in het dagelijks leven of de sociotherapeuten, zijn er ook daarbinnen bepaalde factoren die maken dat een ouder of een sociotherapeut het beter kunnen toepassen dan de ander. Werkt PRT bij alle kinderen even goed? Ook dat wordt onderzocht. Nou, het maatschappelijk rendement is dat de kinderen leren om de initiatieven te tonen. De ouders die hebben en de leerkrachten die hebben de technieken geleerd, waardoor het systeem eigenlijk rondom het kind zorgt dat die leermomenten ook gecreëerd blijven, waardoor de kinderen eigenlijk minder hulp nodig hebben van de hulpverleners en het systeem het zelf kan oplossen. Daarnaast zit in PRT ook zelfmanagement, dus de cliënt zelf, het kind met autisme zelf, leert ook om zijn eigen gedrag te controleren en bij te sturen. Via de social media van Autisme TV kwamen verschillende vragen binnen over ouder worden en autisme. Zoals deze. Gaan de scherpe kantjes ervan af als je ouder wordt? We legden de vraag voor aan onderzoeker Hilde Geurts. Nou, het vermoeden is, we hebben één eerdere kleine studie gedaan. We hebben een aantal mensen geïnterviewd tussen de 55 en de 83. En toen gaven mensen zelf aan, dus mensen die de diagnose al hadden, dat ze het gevoel hadden dat ze nog gevoeliger werden voor allerlei prikkels, zoals geluid of licht. Dat het eigenlijk met de jaren meer werd. Nou, dat is opvallend, want in de studies tot nu toe werd heel vaak gezegd, nou, dat neemt af, die problemen. Dat is het ene, dus we gaan kijken, kunnen we dat nu terugvinden in onze gegevens? En het tweede wat we vonden is dat er een groot verschil was wat we maten als we keken naar cognitie, of er achteruitgang was of niet. Dus wat we vaak zien bij mensen met autisme die jonger zijn, is dat ze relatief goed zijn in het onthouden van plaatjes. En eigenlijk kijken naar alle visuele dingen om je heen, van hoe je dat het beste kan vasthouden en kan onthouden en daarop reageren. En daar zijn mensen met autisme vaak beter in dan mensen zonder autisme. En daar zagen we eigenlijk de forste achteruitgang. Dus als dat ook daadwerkelijk zo is, zou dat heel vervelend zijn. Want hetgene waar je sterk in bent, dat het meest achteruit gaat, dat zou dan ook consequenties hebben voor hoe je het in het dagelijks leven allemaal moet doen. Dus we willen kijken, is dat echt waar wat we hebben gevonden? Of hadden wij het fout? Dat willen we kijken, maar als we dat vinden, dan moeten we gaan bedenken, wat kun je daar dan aan doen om het af te remmen of om ondersteuning te bieden? Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar autisme en ouderdom. Deze grafiek maakt dat duidelijk. Het gaat om de periode van 1946 tot 2001. Het aantal onderzoeken naar kinderen en autisme in deze periode bedraagt 12.000. Na adolescenten zijn iets meer dan 5.000 studies verricht. Volwassenen scoren net iets minder, namelijk 4.800 studies. Maar het aantal onderzoeken naar ouderen is minimaal. De geringe aandacht voor autisme en ouderdom is wel te verklaren. Autisme is pas ontdekt in de jaren 40... beschreven door de psychiater Leo Kanner. De allereerste mens die een diagnose kreeg was deze man, Donald T. Dat was in 1943. Hij leeft nog steeds en is inmiddels 80 jaar. Pas met de film Rain Man in 1988 ontstond wereldwijd grote aandacht voor autisme.
Het waren vooral kinderen en jongeren die deze diagnose kregen. Deze eerste groep patiënten bereikt nu de ouderdom. En dat is voor onderzoeker Hilde Geurts reden om er onderzoek naar te doen. Een van de redenen is dat mensen met autisme eigenlijk nu de leeftijd bereiken dat ze ook echt ouder worden. En met ouder worden bedoelen we 55 en ouder al, dus dat is al jong oud. En daarbij zijn mensen zelf echt benieuwd van ja, wat nu verder? Hè? Want hoe gaat het nu verder met ons? Dat is één groep waarvoor het belangrijk is. Een andere groep zijn eigenlijk de mensen uit de omgeving van de persoon met autisme. Die hebben de vraag van ja, maar wat gebeurt er nu als wij straks er niet meer zijn als ouders of zus of broer? Hè, wat kunnen we dan verwachten? En het zijn ook nog de hulpverleners die er geïnteresseerd zijn. Want wat moeten we nu anders doen? Zouden we nu een ander soort mogelijkheden moeten geven, andere ondersteuning? Dus waar moeten we ons eigenlijk op voorbereiden en waar moeten mensen zichzelf op voorbereiden? Dus dat is denk ik vanuit het werkveld en vanuit de mensen zelf met autisme een van de redenen waarom we hierin geïnteresseerd zijn. Het aantal ouderen met autisme zal snel stijgen. Nu al krijgt bijna 1 op de 100 jongeren de diagnose autisme en al die mensen worden ooit ouderen. 1% van alle ouderen zal in de toekomst autisme hebben. Welke problemen hebben ze dan? Zijn de scherpe kantjes er vanaf? Of is de problematiek anders van aard? Waar richt het onderzoek zich op? Het eerste waar wij naar kijken is de symptomen, hè, dus de sociale problemen of de sensorische gevoeligheid. Hoe verandert dat met het ouder worden? Het tweede waar we naar kijken zijn eigenlijk de cognitieve processen. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat gaat eigenlijk over het geheugen, mentale schakelvaardigheid, over aandacht en concentratie. Hoe gaat dat met het ouder worden? En het derde gebied waar we naar kijken is wat gebeurt er op hersenniveau. Dus eigenlijk zijn dat de drie domeinen waar wij naar gaan kijken. En dan is het tweede domein, dus die cognitieve veroudering, eigenlijk de belangrijkste reden dat ik de studie ben gaan doen. In het onderzoek worden vooral mensen onderzocht die al een diagnose autisme hebben. Die worden door de tijd heen gevolgd. De grote vraag is, wat verandert er in de hersenen van deze mensen in vergelijking met mensen zonder autisme? Het onderzoek gaat jaren duren. Wat gaat het uiteindelijk opleveren? Nou, wat het oplevert is nu vooral eerst een soort overzichtskennis van wat gebeurt er nu? En ik denk dat het heel veel vragen op gaat roepen. We weten zo akelig weinig over dit onderwerp dat het eigenlijk een soort verkennend onderzoek is. Dus we willen weten van goh, op wat voor vlakken zien we eigenlijk helemaal geen achteruitgang. Hè? Want met ouder worden, nou ja, we gaan allemaal een beetje achteruit. Of tenminste, de meeste van ons zullen toch echt wel achteruit gaan. Maar wat we nu willen weten is er bijvoorbeeld versnelde achteruitgang op sommige gebieden bij mensen met autisme. Maar op andere gebieden helemaal geen achteruitgang. Nou, die gebieden willen we in kaart brengen. Kun je dat van elkaar onderscheiden? En als we dat weten, weten we ook waar je misschien hulp moet gaan bieden. Maar we moeten eerst weten of er andere achteruitgang is of geen achteruitgang, voordat we kunnen zeggen van nou, wat voor hulp is er nodig? Dus we beginnen echt heel erg nog bij de basis. Terwijl de mensen zijn die natuurlijk ook behoefte hebben aan al handvaten en wat er moet gebeuren. Maar daar is het toch veel te vroeg voor.